Hey weegschaal, leuk dat je kijkt naar een video van Passion voor Tarot. Dit is een video voor de liefde, voor de tweede helft van januari. Op de Facebookpagina vind je inmiddels de geschreven lezing voor de liefde. Uiteraard vind je ook iedere dag een dagkaartje, hier en daar keuzekaartjes, informatie over spiritualiteit, maanstanden en dergelijke. Je kan het vinden. Hieronder in de beschrijving vind je de info voor eventueel persoonlijke lezingen. En voor nu denk ik dat we maar gewoon moeten gaan beginnen. Ik ga gebruik maken van meerdere decks. Onder andere het romantische engelen orakel. En ik ga natuurlijk verklaren met de tarot. Ik ben heel benieuwd. Het kan zomaar zo zijn dat er meerdere situaties uitkomen. Het kan zijn dat ze allemaal met jou resoneren. Maar het kan ook zijn dat het helemaal niet resoneert. Maak het ook alsjeblieft niet van jou. Als het jouw situatie niet is. Als het niet goed voelt, doe er ook gewoon niks mee. Haal er gewoon uit voor jezelf wat je eruit wil halen. En laat de rest gaan. Goed. Voor de weegschaal in de maand januari. Speel ik nog 3 kaarten voor de weegschaal in de maand januari, alsjeblieft. 1, 2, 3. Tip van mij. Als je je eigen niet in deze lezing kan vinden, kijk even naar je geboorte, je birth chart, je geboortekaart. Het kan zomaar zijn dat jij jezelf, zeker omtrent de liefde, wel in een ander sterrenbeeld, in de lezing van een andere ander sterrenbeeld kan vinden. Je kan heel gemakkelijk op internet uitrekenen in welk teken Venus stond. Dus misschien staat jouw teken wel in stier of in steenbok, noem maar wat. Het zou zomaar kunnen. Kijk even, bereken het en check ook die video. Uiteraard is commentaar altijd welkom. Het zal niet gelijk verschijnen, ik moet het altijd goedkeuren. Maar liken, delen, volgen, uiteraard. Abonneren op het kanaal. Heel graag. Ik vind het voorbij kaart 1 alsjeblieft. De weegschaal in de waarde. De weegschaal in de waarde. Ik kan het doorgeven. Voorbij kaart 3. Ik mag het doorgeven aan de weegschaal. Laten we beginnen. Blijf optimistisch over je liefdesleven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. De kaart die daar overheen komt is de kaart succes. Dit komt bij mij binnen als je gaat succes hebben. Je zult succes ervaren op het moment dat je goed positief manifesteert. Kijk, alles wat je denkt en zeker wat je uitspreekt, manifesteer je. Positieve affirmaties en manifestaties, ja, dat uiteindelijk wordt het gewoon je werkelijkheid. Het is hetzelfde als, noem even een gek voorbeeld. Als iemand altijd tegen jou blijft zeggen van je bent dik, op een gegeven moment ga je tegen jezelf zeggen, ook al ben je broodmager, ik ben dik. Want het is iets wat jij continu tegen jezelf zegt. Hier bij deze kaart, dit is natuurlijk, dit is voor de liefde. Dus op het moment dat jij positief tegen jezelf blijft vertellen, ik ben liefde, ik ben het waard, ik ga een leuke partner krijgen of ik heb een leuke partner, dan zul je daar ook succes in behalen. Religieuze factoren. Je liefdesleven wordt beïnvloed door de religie van je opvoeding en je spirituele pad. Het eerste wat ik hoor, vergeef je ouders.
Dit zou zomaar kunnen zijn dat dit een situatie is waarin iemand of de persoon waarmee jij te maken heeft een andere religie heeft. Dit kan ook zijn omdat jij spiritueel ontwaakt bent en de persoon waar jij mee te maken hebt die dat niet heeft, dat spirit tegen jou zegt, ja, maar wij krijgen deze persoon niet wakker. Het gaat niet werken of misschien is de tijd er nog niet voor. Of misschien wel, we hebben iemand anders voor je. De kaart die daar overheen komt, is de kaart herstel. Dus het kan zomaar zo zijn dat de persoon waarmee jij te maken hebt aan het herstellende is vanuit een religieuze factor. Misschien heeft deze persoon keuzes gemaakt waar hij of zij wel helemaal niet achter stond. En is het er nu aan hem of haar om daar van te helen? Het kan ook zomaar zo zijn dat de persoon waarmee jij te maken hebt niet mag gaan met een ongelovig persoon. Of een persoon die bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld. Stel, de persoon waar jij mee te maken hebt is christelijk en jij bent een moslim, bij wijze van spreken. Dat het niet samen mag. Dat de persoon waar jij mee te maken hebt alleen maar met een christelijk iemand mag gaan. Goed. Volgende. Flirten. Deel je lichthartige energie met anderen. Communiceer helder, komt daar overheen. Deze komt bij mij binnen als... Flirten hoeft niet meteen te betekenen dat je ook met iemand naar bed gaat, om even grof te zeggen. Nee, flirten doet ten eerste heel goed voor jezelf. Want op het moment dat jij gaat flirten, krijg jij zelf weer die stromende energie. Krijg jij zelf weer die positieve feeling. Doe het. Flirt met jezelf, maar flirt met anderen, maar flirt ook met jezelf. Bij wijze van spreken, als je voor de spiegel staat, geef jezelf een knipoog, lach naar jezelf. Het zijn misschien maar hele kleine dingetjes die uiteindelijk een heel groot effect gaan hebben. Communiceer helder, komt bij mij binnen als de persoon waar jij mee te maken hebt of de personen waarmee jij te maken hebt. Het mag best een beetje speels zijn, maar wees wel helder. Als jij flirt met iemand en je hebt uiteindelijk daar geen bedoeling mee, ga niet iemand gek lopen maken om vervolgens te zeggen, ja, maar ik vind jou niet leuk. Dat is niet eerlijk. Dan creëer je een negatieve vibe. En puntje bepaaltje ga je dat dan hoe dan ook op je bord krijgen bij iemand die jij wel leuk vindt. Wees duidelijk tegen de persoon waarmee je te maken hebt. Van nou weet je, ik vind het leuk om met je te flirten, maar that's it. En als die persoon dat dan ook zegt van nou ja, oké. Okay, ja, nou ja, dan is het een win-win, zullen we maar zeggen. We gaan eens kijken wat de tarot erop te zeggen heeft. Ik verhelp iemand op de kaart. Blijf optimistisch. En succes. Gerechtigheid. Mooi. Heel mooi. Verhelpen niet verder. Of mag ik doorgeven aan de wetenschap? Je zult gerechtigheid ontvangen als jij positief blijft. Koningin van Munten. Op de kop. Kelk 7. Verder kijken dan je neus nog is. Blijven bewegen. Ridder van Zwaarden.
Ik heb het idee dat er iemand op je af gaat komen. Of misschien wel op je... Oké, wauw. Ja. Ja. Hier met de ridder van Zwaarden. En zeker naar gerechtigheid toe. En de dood ernaast. Ja, wauw. Oké. Deze kaart zegt voor mij, er komt iemand terug in je leven. Iemand uit het verleden. Iemand die weg is gelopen van jou. En die bij zichzelf denkt, nee! Ik moet terug. Deze persoon gaat namelijk die kant op. En niet vooruit. Dus die gaat achteruit. Die komt terug. Deze gaat vooruit. Dit is een transformatiekaart. Misschien heb je wel te maken met een schorpioen. Dat hoeft niet. Maar dit voor mij zegt, er komt iemand terug die getransformeerd is. Er komt iemand terug op jouw pad. Kan zijn misschien een ex-geliefde, maar kan ook zijn dat er iemand waar jij nou, misschien niet zozeer echt mee te maken hebt gehad eerder, maar die eerst transformatie nodig had om überhaupt bij jou te kunnen komen. Al met al ga je succes hebben in deze situatie. Bij deze kaart, bij de Kelken 7, krijg ik heel erg het idee, probeer niet overal iets achter te zoeken. Vaak zeg ik bij deze kaart, je moet verder kijken dan je neus lang is, maar nu komt het bij mij binnen als, kijk, zoek niet overal iets achter. Tuurlijk. Tuurlijk, je moet altijd verder kijken dan je neus lang is. In de zin van, hè, je kan je eigen ook gigantisch voor de gek houden. Maar dit is meer van, en zeker met de koningin van Pentakels op de kop hiernaast, dit is een vasthoudende energie. Je moet niet altijd denken dat er wat aan de hand is. Dat iemand misschien heel lief naar jou toe komt. Of misschien excuses komt halen of iets of whatever. Ja, er komt iemand terug. Goed. Religieuze factoren en herstel. Kan ik verheldering krijgen op religieuze factoren en herstel? Voor de weegschaal in de maand van religieuze factoren. Dankjewel. Misschien te maken met de waterman. Al met al is dit wel jouw wens. Dit is wel de persoon waarmee jij oud wil worden, maar waar nog geen overwinning op zit. Iemand die jij nog niet volledig voor jou hebt gewonnen. En die persoon die is waarschijnlijk aan het herstellen nu. Oh, hoge priester. Dit zegt voor mij, gebruik je intuïtie. Jij weet donders goed wat er momenteel aan de gang is. Alleen misschien wil jij het niet geloven. Omdat het jouw intuïtie is. En als je niet zo heel goed naar je intuïtie kan luisteren, nou, dan kan je daar best nog wel eens aan twijfelen. Wauw. Oké. De dwaas en een kelke 3. Viering voor mij. Hier gaat herstel plaatsvinden. Zeker weten. De situatie zal naar mijn idee, je zal risico's moeten nemen. In de zin van, op het moment dat jij gaat erkennen dat je mensen nou eenmaal niet kan controleren. Tuurlijk, je kan ze controleren. Maar dat je geen controle hebt over de mensen. Of over de personen waarmee jij dealt. Ga je erkennen dat het leven een spel is. Dat je niet altijd overal een reden voor hoeft te hebben. De kelke 3 hier zegt voor mij dat er een samenkomst gaat zijn. En dat er een viering op gaat zitten. Vecht voor wat je lief hebt.
Mag ik verheldering op de kaart flirten? Ik communiceer helder. Zwaard 3. Vertel wat jou zeer heeft gedaan. Ik heb het idee dat jij te maken krijgt met een persoon die dus terugkomt. Jullie kunnen daar beide geen einde aan maken. Maar het is nu tijd om eerlijk te gaan vertellen wat jou zeer doet, wat je bezighoudt, waarom je iedere keer uit balans raakt. De wereldkaart hier voor mij op de kop zegt, het is nog geen einde cyclus. Jullie kunnen hier geen eind aan maken. Er is momenteel nog geen gesprek. Er geen vooruitgang. Er moet een gesprek komen. En er moet open en eerlijk, openhartig met elkaar gesproken worden. Wil er een einde kunnen komen? Of aan de cyclus. Of aan de relatie. Dat is aan jou. Je weet dat er meer is. Je bent aan het wachten. Aan het wachten totdat jouw schepen binnenkomen. Totdat die persoon terugkomt. Je hebt het gevoel al dat die persoon terugkomt. Kelke 9 hier. En de keizer hier. Misschien heb je te maken met een ram. Dit zegt voor mij ook, jij wacht. En wacht. En wacht. En momenteel zit er niet heel veel beweging in jou. Waarom? Aan de persoon om op jou af te komen. Einde. Torenmoment. Er is onlangs een torenmoment geweest tussen jullie. Een shaky moment. Misschien wel een breuk. Dan wel een... beide ervan weggelopen om en er niet aan willen werken. Hier komt weer die staven 8. Omgekeerd. Niet normaal. Hebben kunnen communiceren. Maar. Kan hier wel zien. Dat. Op het moment. Dat jij. In jouw eigen kracht gaat staan. Weet van jezelf wat je te bieden hebt. Komt die persoon terug. Met liefde. En misschien wel. Een aanbod voor een relatie. Misschien de leeuw. Of er komt een einde voor hen aan een relatie met een leeuw. Dat kan ook. Misschien komt die persoon wel tegen jou zeggen, ik mis mijn kracht zonder jou. Hij schat. En komt toch die kelk aanbieden. Die ene kelk. Waar jij op wacht. Want dit is een 9. En hier komt kelk 10. En hier komt jouw 10e kelk. Goed. Ik ga er een orakel overheen. Hart en ziel. Kijken welk bericht ik je mag doorgeven. Uit het dek, uit het hart en ziel dek. Of een mooi liefdesdek. Degene die taal op leggen. De orakelkaart sparen of iets dergelijks. Voeg hem toe.
aan je collectie, want er zitten echt hele mooie berichten in. Goed. Tweede voor de weegschaal, alsjeblieft. Dat mag ik doorgeven aan de weegschaal. Voor de maaltijd erbij. Thank you. Je bent een prachtige ziel. Kijk in jezelf en ontdek dat. Er zit een parel in je hart. Sluit je ogen en voel hem. Het kostbaarste van alles zit van binnen. Kalmeer je geest, mediteer en dan voel je de oneindige spirituele wereld van je ziel. Als je naar binnen kijkt, blijft die altijd bij je. Probeer even niet aan deze situatie te denken en richt je aandacht naar binnen. Sluit je ogen, ontspan je en laat los. Maak een flinke wandeling of doe iets anders om te ontspannen. De oplossing zal zich snel openbaren en dan komt alles goed. Wauw. Dat is echt heel mooi weggeschaald. En ik hoop echt, echt oprecht dat je niet heel, heel lang meer hoeft te wachten. Want ik kan zien dat je wacht. Ik kan zien dat je wacht op de persoon wat naar mijn idee jouw persoon is. Je wacht op iemand waar je eigenlijk gewoon knettergek op bent. Misschien heeft die persoon jou zo verschrikkelijk veel pijn gedaan door de keuzes die hij of zij heeft moeten maken. Of onbewust gemaakt heeft. Misschien wel ouders die zich ergens mee bemoeid hebben. I don't know. Maar die persoon komt wat die persoon hersteld is. En ik denk dat het heel lang meer gaat duren. Goed. Berichtje van jouw beschermengel. Dat mag ik doorgeven nog aan de weegschaal. Dus. Stel je voor, visualiseer duidelijk het leven wat je wil. Voel het in je hart en ziel en je zult het krijgen. Mooi bij optimistisch blijven. Positief denken en vertrouwen zullen je romantische liefde brengen. Stel je nou eens voor. Mooi. Kostbaar geschenk. Vriendschap, familie en liefde zijn kostbare geschenken. Verlies ze niet uit het oog. Aartsengel Uriel. Er is een prachtige spirituele transformatie gaande. In zowel jouw leven als onze wereld. Dit is de vereniging van hemel en aarde, geest en materie. Hart en verstand verenigen zich in een evenwichtig balans. Wauw. Wauw, weegschaal. Goed. Mocht deze lezing niet met jou resoneren, voel je het niet, maakt niet uit, let me know. Ik ben beschikbaar voor persoonlijke lezingen. Hieronder in de beschrijving vind je daar alle info over. Eventueel mijn e-mailadres om mij te contacteren. Check ook even de Facebookpagina. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal. Dan weet je precies wanneer ik een video upload. En hopelijk mag ik jou de volgende keer weer verwelkomen. Groetjes, weegschaal. Doei!